Dan weer, hè. In de bocht trek je hem eruit en dan jaag je weer erin. Trek die maar een keer met de kop erop en maak jij er nou uit. Nog een keer. Ilonka Kluitmans krijgt er nog even flink van langs. Trainer Leon Kuiper zet haar op scherp, want naast de onderdelen cross en dressuur moet in Boekelo ook het springen optimaal gaan. Kluitmans wil tenslotte Nederlands kampioen worden. Ik weet dat het gewoon wat meer spanningen meebrengt, dus ik vind het nogal veel om te zeggen van nou, we gaan voor goud. Maar ja, uiteraard probeer ik dat wel. Heel mooi erin, hè? Maar dan wel in de afstand mooi de hand zacht, hè? De vorm die is er en nu nog hopen dat het ook daar zich weer uit. En waarom zou dat niet lukken? Vorig jaar pakte Kluitmans al brons op het NK. Bondscoach Martin Lips heeft er in ieder geval vertrouwen in. Ja, ik denk gewoon paard gewoon heel mooi fit maken. Ik denk dat het dressuur heeft ze goed voor elkaar, het paard springt goed. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat hij gewoon fit genoeg gemaakt wordt om de lange proeven te lopen. Om dus een cross van 10 minuten, 11 minuten te kunnen. Ja, dat begrijp ik heel goed. Mijn paard heeft niet zo heel veel voorbloed in zich. En daarom is het altijd even afwachten hoe dat hij gaat reageren op een cross van 10,5 minuut. Je moet je voorstellen dat je ongeveer 35 kilometer per uur galoppeert, gemiddeld. Nou, voor een sprong neem je wat in, na een hindernis moet je weer wat gas geven, dus je gaat enorm hard. Op papier is ze er klaar genoeg voor, of is ze fit genoeg om het aan te kunnen. Kijk, dat klinkt goed. En hoewel de concurrentie in Boekelo moordend is, lijken alle factoren voor succes aanwezig. Rest alleen nog een goede voorbereiding. Ja, heel gek, maar tijdens een internationale wedstrijd doe ik 's middags een middagdutje. En laat daarna die droom maar uitkomen.